Prachtige vlag. Nieuw initiatief. Ik ben er blij mee. Ik ben in Twente. En we zijn hier bij het Vrijzinnig Genootschap Twente. Maar het is niet alleen voor mensen uit Twente. Het is voor mensen uit heel Nederland. En een kleine introductie. Ik ben net lid geworden. En mij is gevraagd om ook even de standpunten uit te leggen van de nieuwe kerk. En ook de motivatie waarom de kerk is opgericht. En toen kwam er corona. En het werd duidelijk dat wat sommigen al lang voorzagen, er in hoog tempo wereldwijd een technocratische bureaucratie wordt opgetuigd. Een niets ontziend samenspel van overheden en grootbedrijven. Die alles in het werk stelt om de monetaire status quo te handhaven en de burger hiervoor op te hokken en uit te melken. We worden wakker in een wereld die de onze niet meer is. Globalisme, collectivisme, centraal gestuurd door een kolossale publiek-private technocratie. Zoals we die op kleinere schaal kennen uit het Italië van de jaren 30. Halverwege de 19e eeuw, ten tijde van de industriële revolutie, vond er ook een beweging plaats van machtscentralisering, waarbij overheden een grotere rol opeisten, net als nu. In Nederland ontstond in die tijd de verzuiling, aangevoerd door geloof en kerk. In 1880 noemde Abraham Kuyper dat soevereiniteit in eigen kring. Hij was hiermee een van de grote aanjagers van de verzuiling van ons land. Kunnen wij de grote globale beweging van centralisering tegengaan? Een voortrazende trein kun je niet zomaar stoppen. Je kunt wel met gelijkgestemden in de achterste coupé gaan zitten en een poging wagen om te ontkoppelen. En ook samen kunnen we een verandering brengen. Nog nooit hadden overheden zoveel directe invloed op het burgerlijk bestaan als vandaag de dag. Tot in je bovenarm wordt door de politici bepaald wat het volk mag en niet mag. Mogelijk gemaakt door Pfizer. Nog nooit was er meer behoefte aan soevereiniteit in eigen kring. Onze werkgroep, opgericht door gelijkgestemden, heeft gemeend om deze herzuiling aan te voeren vanuit een kerkelijke organisatie. Vooral omdat een kerkgenootschap als organisatie juridisch gezien een veilige status heeft en niet onderworpen is aan overheidsinvloeden. Zie hier de geboorte van het Vrijzinnig Genootschap Twente. KVK nummer 9075 spatie 4905. Het Vrijzinnig Genootschap staat voor een levensovertuiging die principieel is gefundeerd in een zekere twijfel die voortkomt uit het eenvoudig besef dat waarheid zich ten diepste niet laat kennen. Twijfel die leidt tot, oh ja, is dat dan wel zo? Het genootschap is geïnspireerd door de welhaast mythische UVTN, de universele verklaring voor het Twentse nabuurschap. Ook wel bekend als het pamflet van Haaksbergen. Dergelijke universele uitingen van nabuurschap en liefdevolle vriendelijkheid, daar kan toch niemand tegen zijn? Binnen het genootschap is er ruimte voor elke overtuiging, elk geloof en welk inzicht dan ook. Enigheid en oneenigheid vinden elkaar op het niveau van nabuurschap. Omdat we nu eenmaal allemaal buren zijn, wij verbinden ons om samen te werken en te bouwen aan iets nieuws, aan iets moois, aan iets van onszelf. Wij verplichten elkaar tot niets. Word jij ook lid van ons Vrijzinnig Genootschap Twente? Het VGT staat voor een vrij en zinvol bestaan, dat zich mede uit door een diep verlangen naar fysieke integriteit, vrij van bemoeizucht en dwingelandij. Het VGT is een kerkgenootschap dat volgens de Nederlandse grondwet wordt geregeerd door haar eigen statuten. Daar is heel belangrijk. Het VGT ontleent haar bestaanrecht mede aan het pamflet van Haaksbergen, ofwel de universele verklaring van het Twentse nabuurschap. Lid worden is vrijwillig en eenvoudig. En bovendien kost het u geen drol. Voor het symbolische bedrag van 1 Oud-Hollandse gulden, oftewel 1 euro of 1 florijn, wat u ook maar voor munteneenheid gebruikt. En invulling hieronder, we gaan het erbij zetten, de links. Kunt u lid worden, de postbus erbij, kunt u het zelf ondertekenen. Met je gegevens wordt geen gekkigheid uitgehaald. We streven naar een zo groot mogelijk bereik onder de Twentse bewuste bevolking, maar ook in andere provincies en in heel Nederland.
In een normale wereld. En roepen dan ook iedereen op om lid te worden. We gaan voor een normale situatie. En tegen gas geven, tegen alle absurditeiten die nu plaatsvinden, mensen. Welkom om je te verdiepen en om met ons in contact te staan over deze nieuwe kerk. En waar er heel goed over is nagedacht. En wat hele goede intenties heeft en een hele mooie